Servus en welkom bij Snow Plaza. In deze video neem je mee naar het populaire Westendorf. We laten je het dorp en het skigebied zien en geven je 5 tips voor jouw wintersport. Westendorf is onderdeel van de skiweld Wilderkaiser-Brixental. Een skigebied met ruim 280 kilometer aan pistes. De afdalingen hier zijn over het algemeen niet al te moeilijk. Dit betekent dat beginners lekker kunnen oefenen en gevorderde wintersporters prachtige dagtochten kunnen maken. Het enige nadeel van het skigebied is dat de bergen er niet zo hoog zijn, waardoor de sneeuwcondities in het voor- of het naseizoen iets minder kunnen zijn. Maar gelukkig zijn er altijd nog de sneeuwkanonnen. Op het gebied van berghutten en piste-restaurants scoort het skigebied een dikke 10. Het zijn er veel, ze zijn over het algemeen kleinschalig, knus en gezellig. Je hoeft dus nooit lang te zoeken naar een lekker plekje in de zon. Onze piste-tip is de rode nummer 11, de dalafdaling richting Brixen in Talen. Er zijn heel veel leuke hutten in het skigebied. Wij hebben zojuist pauze gehouden bij de Alpenrozenhutte en hebben daar echt super lekkere keizersmarren gegeten. In het skigebied vind je op meerdere plekken een fotopoint. Ga in de stoel zitten, druk op de rode knop en maak een leuke foto van jezelf. Die kan je dan als je thuis bent downloaden. Westendorf is een prachtig dorpje en erg sfeervol. Door het grote aantal Nederlandse auto's zou je soms bijna vergeten dat je in Oostenrijk bent. Direct in het centrum van het dorp ligt een grote oeverweide. Dit is ideaal voor families met kinderen en beginners. En met zoveel Nederlandse gasten ieder jaar heeft de skischool er natuurlijk voor gezorgd dat er veel Nederlands sprekende leraren aanwezig zijn. Je kleintje wordt dus gewoon in zijn eigen taal toegesproken. Westendorf is natuurlijk beroemd om de après-ski, dus de vraag is ook eigenlijk waar ga je beginnen als je klaar bent met skiën? Kan bijvoorbeeld hier achter mij bij de Gerries in, maar ook de Karatbar is erg gezellig en later op de avond moet je zijn in de Mosquito. Oh. Ik moet je zeggen dat ik van je hou, en dat meen ik, want alleen is maar alleen. En hou je niet van après-ski, no worries, buiten in het dorp is het heerlijk rustig. Wil je gezellig eten in Westendorf? Ga dan naar de Ruiterstuben. Al met al is Westendorf een leuke bestemming voor zowel families met kinderen als après-ski-liefhebbers. Bedankt voor het kijken naar deze video. We hopen dat je hem leuk vond. Heb jij nog tips voor Westendorf? Laat dan een reactie achter.